Hallo aan alle stieren. Welkom voor de stieren. Hier is jullie maandhoroscoop. Korte maandhoroscoop, korte generale maandhoroscoop voor de maand september van 2012. Wat hebben de sterren in petto voor de stieren? Wel, jullie heerser, dat is Venus, die zal voor het grootste gedeelte van de maand doorheen het teken Leeuw lopen. En dat is uw vierde huis. En dat is heel mooi. Dat wil zeggen dat het een goed moment is voor stieren om zich toe te spitsen op alles wat met huis te maken heeft. Dus met gezelligheid, met familiefeestjes eventueel, of mensen uitnodigen bij jou thuis, een of ander feest dat je wil geven. Het is er het ideale moment voor. Wat gebeurt er nog? Wel, Mars, de planeet van de actie, die bevindt zich in jouw zevende huis, dus in een oppositie met jouw eigen teken. Nu, normaal gezien, als je de boekjes leest, zou je denken, oh, Mars en 7, dat is niet zo interessant. Dat is discussies met de ander, of dat is energie die heel actief is bij die andere persoon. Hoeft daarom niet noodzakelijk negatief te zijn. En zeker niet omdat Mars daarin zijn, volgens de traditionele astrologie, is in eigen teken staat. Mars staat in Schorpioen heel sterk, kan daar heel goede dingen doen. Het kan ook gewoon eenvoudig wijzen op het feit dat je heel wat meer interactie zal hebben met anderen en dat dat heel vivant zal zijn. Dat kan het ook zijn. Wat gebeurt er nog voor het grootste gedeelte van de maand? Zal de zon en Mercurius in maagd staan. En dat is jouw eerste, tweede, derde, vierde, vijfde huis. En dat is zeer positief, want het vijfde huis is een leuk huis, het vijfde huis is het huis van de creativiteit, het vijfde huis is het huis van romantiek, het huis van plezier maken. En daar staat de zon op dit moment. En ook Mercurius, de planeet van communicatie. Dus het is heel goed mogelijk dat je heel veel plezier kunt hebben uit een goed gesprek. Of een boek dat je leest bijvoorbeeld. In ieder geval, of praten met kinderen, kan bijvoorbeeld ook. Hoeft daarom niet jouw eigen kinderen te zijn. Dus al die zaken worden belicht gedurende deze maand. Dus voor de stieren is het een maand waarin heel veel plezier kan gemaakt worden. Niet tegenstaand het feit dat natuurlijk een paar stieren of een aantal stieren het niet gemakkelijk hebben op dit moment. Toch is er die mogelijkheid om proberen actief bezig te zijn met ontspanning. Dus doe dat in ieder geval. Nu, voor wat de rest betreft, als jullie geïnteresseerd zijn, of als je zegt van, oh, astrologie, dat is interessant, maar ik vind nergens een basiscursus om het te leren, wel, ik geef vanaf oktober, midden oktober, ik zal de link van mijn website toevoegen hier onderaan, geef ik ik doe dat al een tijdje, geef ik terug basiscursus van astrologie, 8 lessen. En dan krijg je echt de basis mee. We oefenen, ik doe het in kleine groepjes. Dus reageer snel, want het voordeel van kleine groepjes is dat je je eigen horoscoop kan meedoen, of horoscoop van vrienden of familie. En dat kan je oefenen, want je leert eigenlijk maar de astrologie als je echt begint te oefenen. Je kan wel lezen, maar dat is te theoretisch. Je moet het toepassen om het onder de knie te krijgen. Voilà, en ik geef ook 2 gratis workshops in Gent, 7 en 8 september. Ik zal ook de link toevoegen. Misschien zie ik jullie daar. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot volgende maand.